Hallo, ik laat hier nog even wat ander werk zien. Je ziet hier in de woude. Ja, dat is iets wat uit de middeleeuwen, van romantica. Je ziet hier ook de mensen van morgen, het multiculturele. Het kan van alles zijn. Alle mensen vertegenwoordigen dit van alle landen. Je ziet hier de vrouw en de gedachte. En dat gaat heel ver. Dat zijn allemaal dingen uit mijn geest. En daarachter ziet u de engelen. En dat zijn dingen zonder woorden, die komen zomaar. Ik weet eigenlijk niet waar die vandaan komen. Je ziet hier ook deze schilderij is ook erg belangrijk. Dus het vrijmaken van je geest. Dromen, de dans van het leven. Zo zie ik dat. Deze is ook mooi. Dat wil ik ook nog even tonen. Dat is een wat ouder werk. Dat heb ik gedetailleerd. De vogels. Is ook heel symbolisch, dat heet Salome. Dat is op 1900 geïnspireerd. Kijk, dat is een visschilderij, wat ook erg interessant is. Dit is het koerhuis in de oude stijl. Dat is een ets die ik een opdracht heb vervaardigd. En dan is dit werk geweest van Bres, Distrimedia, Zonne Winkel, De Blauwe Lijster en de Windhond, dat is een aquadam. Dit is allemaal gepubliceerd geweest. De mensen zijn er niet meer, maar de publicaties zijn er nog wel. Mm.